Ja, komt het niet voor de verleden, maar dit jaar kan het gelukkig weer. En het mooie... Maar natuurlijk nog even achterom kijken, zeker weten of het allemaal goed gaat. Maar hier gaan de handen omhoog, hier gaan we een applaus geven voor Ilse Pluimers, de 17-jarige uit Enter. Wat een mooie overwinning, zij wint de omloop door het land van Badje. Kijk toch eens, glunder het van oor tot oor. Ja, waarom zou je ook niet? Als je zo in de kop gebeuren, en we zien hier ook onze Deense kandidaat Maria Bettelsen, zien we hier van voren komen. Hier de luide aanmoediging. En het is wederom, oh jongens, 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 hier is Maaike van der Duin die tweede wordt. We gaan hier kijken, wie gaat hier op hun? Ah, mooie overwinning hier van deze sport. Is het Noah uit de Haan die hier voorkomt. Maar we zaten vooral te kijken naar Babette van der Wolven, Cecilia van Zutphen en ook Fien Masseur. Want dat zijn de dames van de nieuwelingen die bij de eerste 10-12 binnenkomen. En de nummers 1, 2 en 3 van de nieuwelingen, die gaan we officieel kijken. Hier hebben we in die kapot uit Markelo die we hier binnenkrijgen. En het laatste toch door de hoge snelheid er afgegaan. Hier Rick Stol uit Hasselt. Cecilia van Zutphen, teammajeur met Anna Kops en Emee Hunsen gaan we hier zien. In de mooie gaan we een groot applaus geven aan deze prachtige dames. Aan Maaike, aan Sofie en aan Ilse. Ja. Voor terug.